Anyways, welkom bij Mudrunner. Nou, daar werd zit. Dat was mijn intro. Iedereen ready? We gaan met de standaard trucks. Toch? Of hebben jullie de trucks uitgekozen? Wat is ja, uit de standaard. Denk je na voor nou, wat je zegt? Of nee, ik denk niet na. Ik moet gewoon... Alright. Ik heb trucks uitgekozen uit de standaard trucks. Alright, top. Oké, wat zijn de predictions? We komen 500.000 keer vast te zitten. We komen nergens. Ik ga in mijn mooie change truck. Ik ga in... Nee, niet in deze. We willen logs gaan doen, dus iemand moet wel, like, een karo-achtig iets doen. Here we go. Ik zit in de Turkish mobiel. Terug. Oh, ik ga wel terug dan. Oh, wacht, ik kan dat ding aan toevoegen. Zou ik veel kennis eens toevoegen? Oh ja, dat moet ik ook nog even doen. En spare wheel. Scout trailer niet, spare wheel wel. Spare wheel is echt heel goed. Ik ga gewoon het haanhangertje meenemen. Oh fuck, ik ben sloom. Kom je nog? Fuck, ik ben sloom. Nee, dan heb niet je de diflok aanstaan en zo of niet? Nee. Oh ja, wacht. Doe die aan, dan ga je even veel sneller. Wat doet diflok nou aan? Ik heb diflok aan, bitch. De all wheels? Ja, ja, ik I'm fine. Met vogels. Oh damn, ik ben heel snel. Wat even. Moeten we eerst weer exploren? Oh nee, wacht, we moeten even schakelen. Oh, dat is een goeie trouwens. Oh, we moeten wel snelheid. Ja, we moeten nog steeds exploren. We zijn echt heel... Oh, oh god. Ja, ik heb niet de beste exploring vehicle meegenomen. Ik had vergeten te schakelen. Oké. Okay. Wacht, is dit spel Russisch, by the way? Nee, we zijn volgens mij in Canada of zo. Nou, de hele community is Russisch en alle tekst is Russisch. Wij moeten dus helemaal hierheen. Oh, we hebben al best wel veel export gekregen. Route uitstippelen. Oh, power activated. We hebben modder, guys. Ik zit in de 2. Oh, in de 3. Ah, you slow bitch. Je bent echt sloom, jongens. Kom op. Ja, ik kom zit voor mij. Mijn schakeldoos. You know, ik zou heel snel zijn, maar Kai rijdt voor mij. Nu zit ik in de 1 plus. Ga maar dan langs dan. Het is echt zo'n sloom ding nee, is het ook. Dit is India, je gaat er niet langs. Berlijn, hoe kan ik like, door Kai heen gaan? Gewoon nu, ja, zo wat je nu doet. Wat je nu doet. Perfect. Oké, jij bent ook sloom. Nu ga ik weer sneller hoor. En nu lachen jullie, maar als jullie beide vast zitten en ik er gewoon langs race, dan... Welke afslag? Links. Of rechts, sorry. Oh bro, nee! Maar ik zweer, als je weer 3 auto's crasht, dan is dat echt een vorm van talent. Oh fuck. Wat de fuck? Je hebt de hele weg gewoon geblokkeerd. Oh ja. Mijn auto doet het wel goed in deze mannen. Oké, Kai, maar dit keer mag jij niet kantelen met je autootje, hè? Oh shoot. Oh, de konijn was degene die heel vaak kantelde. Ja, konijn was degene. Ik zat in een monster, like, in een enorm en ding. En kleine stuk. Oh. Lukt het, konijn? Ja, ik ga even konijn helpen. Ik help hem. Alright, ik winch. Nee, ik heb hier een boom. Fuck you, Kai. Okay. Wat raden jullie aan qua fuelgebruik en all wheels? Als je niet kan rijden zonder all wheels, gebruik all wheels. Nou, like, ik heb een enorm fuel ding op de back, dus waarom zou ik niet de hele tijd all wheels gaan? Fair enough. Ja, ik ga zo snel mogelijk. Okay, de road hier letterlijk in water veranderd. Oh. F1. Oh, we zijn ja. Er zijn die stenen die letterlijk groter dan mijn auto zijn. Oh, dat is heel diepe modder. Bruh, er is hier gewoon... De road is gewoon gemorfd in een rivier. Halve auto zit letterlijk onder water. Wil iemand fuel? Nee. Oh, jezus, ik zuig veel fuel. Dat was altijd met die grote... De fuel trailer is empty! Ah! Oh, je moet eerst langs een... Kai, ik moet achter iemand haken. Kai, help neem Olaf maar.
Ik ga gewoon dit ding droppen, man. What the fuck. Nee, je kan het vullen bij een tankstation. Oh, no. Oh, ik ga hier heel makkelijk door. Laat maar. Van de road in. God, jij bent echt al ver. Gast, zeg, heeft hij gewoon weg. Ga hier gewoon doorheen, man. Ja. Wacht even op ons. Nee, ik ga naar de watchpoint. Fuck you guys. Ik trek alleen letterlijk voort en elke keer als hij even rent, dan kan ik niet meer vooruit. En nu heb je wel genoeg achter me aangezeten. Oh, oeh, dat was de even splitsing door een, in de road. Oh, als het goed is, ben ik er bijna. Nee, Olaf deed slim. Nee, bij de watchstation. Ja, ik heb hem hier. Mijn auto heeft toch geen moeite meer. Ik heb hier de watchstation, guys. De watchpoint. Excuus. Dan was hij dichtbij. Revealed. Lijn. Nice. Ja, doe. Ik moet niet zo afsnijden. Laten we die road gewoon volgen naar de volgende watchpoint. Mijn motor loopt uit. Ja, gewoon dat weg blijven volgen. Ja, nu moet ik weer met mijn fucking aanhanger naar achter. Godverdomme. Can't have shit. Nee! Nee! Oh. Olaf, onthoud hè. Het was je eigen keuze om met een truck te gaan. Waar gaan we nou eigenlijk heen? Moet deze kant gaan de road volgen naar de volgende watchpoint. Oké, maar ik mag eigenlijk nu niet meer. Ik ben al bijna door de helft van mijn fuel heen. Hallo iemand? We gaan links. Links is namelijk een weg. Maar je ook van je tank nodig of dat niet? Ja, mijn tank is dus leeg. Wat? Van de twee watchpoints. Ja, die begon leeg. Oh. Nee, ik dacht ook wel, dat dat praktisch was om te zeggen, maar de game was zo van nee, daar doen we niet aan. Oh, ik zit vast. Join the club. Oh, ik ben weer los. Ik zit ook compleet vast. Nee, ik kom eruit. Ik ga wel heel veel fuel burnen. Ik ga voor jou irriteren. Kan je echt zweer. This is fine. Yes. Ik zie je gewoon echt gewoon helemaal. I'm fine with the situation. Holding. Nou, like mijn boomwielen hebben zich helemaal ingegraven. Weer een boomwindje, Olaf. Ja, dat heb ik gedaan. Wow. Ik trek jou gewoon wel. Je handrem aan. Je handrem of zo. Oh, nee, great. Ik ben niet achterlijk. Ja, ik trek jou gewoon naar mij toe. Ja, you can't stop this. Ik heb letterlijk mijn handrem, hè? Fuck. Maar ik kan alleen maar met all wheels, maar dan. Ik heb echt geen. Ik ben alweer de helft van mijn fuel. Ik rijd echt tijd met all wheels in Discord. Ja, maar en kijk. Ik heb al 6 fuel gebruikt. Ik heb een enorme aanhanger. Oh no. Oh, ik zie Colijn gewoon. We zijn op de plek waar modder niet echt weer aanwezig is. We hebben hem maandag weg. Nee, ik ben er al uit. Oké. Man. Ik zit hier op gelijk van de brug afgeduwd. Ik kan niks doen. Moet ik hier eruit? Nee, Colijn, sorry, jij moet even terugcirkelen, want ik kan niet met mijn aanhanger terug over de brug. Oké, de kaai is verloren. Oh, ik heb een aanhanger. Ja, of jij gaat terug, maar ik ga niet terug met dit ding. May the force be with you. I need it. Yes. Hallo. Jezus, je ziet ook echt gewoon echt de verkeerd op. Het is best wel grappig. Wat? Ja, ik lig gewoon op mijn zij. Zo echt verkeerd op. Oh, wow, dat werkt toevallig goed. Oh nee, mijn wiel zit vast. Ik weet niet of dit de voorkant of de zijkant. Oh, dit is je voorkant. Zo, ik heb hem. Oh, ik ga naar de fuel station. Je trekt me gewoon naar je toe. Mijn motor kunnen starten. Guys, ik ga naar de fuel station. Nice. Because I need... Yeah. I need them oil. Nu moeten we snel los. Niet weer erin vallen. Ah. Achteruit dan. Ga ik wel verkeerd. En nu vooruit. Ja. Yay! Oh, jullie zijn slow. Hadden we misschien beter trucks kunnen pakken. Mm-hmm. Oh, mijn ding gaat prima. Ja, nee, die tuk-tuk is echt overpowered. Mijn lockstation is ook best. Oh ja, misschien. Daar gaat geen weg naartoe. Hij gaat wel een klein weg, hè? Nee. Dat is een klein weg. Ja, een dirt road, maar die stopt uiteindelijk.
En dan moeten we door het water heen waden. Hij begint hier weer. Hij begint helemaal bij de rand, begint hij weer. Ja, maar Beyoncé, dan wil ik toch geen fucking fuel aanhanger meenemen. Dan heb je pech. Dus we gaan gewoon recht door de forest banjeren. Ik heb een route gemaakt. Als je er zo met mij vervolgt. Ja, ik heb ook een route. Ik heb mijn route gewist. Dat is wel cool. Oké, ik volg de kip. Oké, denk je nou serieus dat dit een goed plan is met mijn auto? Volgens mij gaat het ik ga wel gewoon door de rivier heen dan, want dat werkt nog beter voor mij. Hoe ga jij door de rivier heen dan? Nou, ik ga gewoon hierheen. Bye, have a great time. Moet ik je helpen, Beyoncé? Nee, ik leef hier. Press X to tell. Oh, Colijn is gewoon jeet. Je bent gewoon de mist in aan het rijden voor mij. Echt like Spenderman vibe. Er is hier een fucking weg. Nou, als je ineens een figuur ziet tussen de bomen, dan Toen zat ik vast. Coming through. Vast. Hallo. Speedo. Ik heb een speedo. Hallo, boxer short. De road houdt hier op. End of the road again. Koi. Oh, the tuba music. Oh no. Oké. Okay. Dit is een grote modderfest. Ik graaf me hier alleen maar in. Ik weet niet eens waar ik heen ga. Ik rij gewoon door bomen heen. Is het nou een goede weg of rij je letterlijk gewoon door een bos heen? Ik rijd door een bos heen. Ik ga wel de. Oké, dan gaan we niet naar Colijn. Colijn, als je iets verder was gegaan, dan was er een route geweest. Ja, I know. Ik zie hem ook hier. Ik zit voor een of andere kinderkleurplaat. We moeten zo meteen terug en dan moeten we deze kant op. I'm trying. Birds. Where are birds? Oh, het is nacht. Oh, what the fuck is dit? Uphill met bomen. Ik ga door de bos. Oké. Okay. In ons we do it in the bos. Kai is bij mij als het goed is. Nee, niet als het goed is, is hij achter je. Hallo! Als het goed is, zie ik jou. Wat moeten we nog doen qua exploring? Nog één watchpoint. Moeten we nu niet terug naar de loopstation? Ja, we moeten naar rechts. We gaan deze route volgen. Deze route gaat naar water. Oh, naar die loopstation. Ik dacht een andere loopstation. Er is nog een loopstation. Maar dat. Nu zit je vast. Dat is gewoon dit spel eigenlijk voor 5 seconden, ik zit vast. Ja. Het grappige dat Olaf's toeter letterlijk gewoon klinkt als een eend of zo. Hoe klinkt dit als een eend? Dit is wel echt een heel erg pathetic outpost. Ja, Olaf, waarschijnlijk kan jij lang logs meenemen. Oh ja. Oh. Maar we gaan sowieso 2 ritten moeten doen, aangezien. Ik weet niet of jij logs kan tillen, maar ik niet. Vond ik een Olaf wat ook. Nee, ik heb geen logbug. Waar is deze trailer voor achterop bij mij? Like... Daar kun je logs opgooien als je, met een kraan. Dat is echt geforceerd. Kan geloof ik op de voorkant, daarom zit dat rare dingetje er. Useless. Crane support. Nee, dat is een support. Hoe krijg je een crane? Oh, hier. Een carrier, log carrier with crane. Godverdomme. Oké, als je teruggaat, kun je een kart doen met crane, met een kraan. Ga jij een crane equipen? Ja, ik heb een crane, ja. Dus ik kan je dan niet nu al logs op mij gooien? Ja, dat kan ook, maar dan moet ik helemaal daarheen rijden nog. Oh, jij bent helemaal weg. Yes. Anders gaan we allemaal hierheen. Zou ik dan deze auto behouden, of die andere? Jongens, zou ik gewoon teruggaan naar ook waar Colijn is en ook gewoon een truck meenemen? Lijkt me wel praktisch. Ja? Ja hoor. We zijn ook echt zo dom dat we gewoon zonder crane hier naartoe zijn gegaan. Ja, we zijn echt dom. Maar dan kan ik alleen maar een soort log carrier. Wat zijn we aan het doen, jong? Kom gewoon terug. Stel medium. Ja, gaan we gewoon allemaal terug? Nou, gewoon de Jelte auto pakken met de crane en de lockert. Maar dat gaan we even lekker in een andere aflevering. Want we zijn onderhand al 3 kwartier aan het opnemen. Nou, toedeloe.